Hallo iedereen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Dit is een nieuwe F1 2016 career mode in the manor. En zoals jullie kunnen zien, wij staan 8 in het kampioenschap. Als we naar onder scrollen staat onze teamgenoot Pascal Wehrlein 22e. Dus we verslaan hem met gemak. En 8e voor een manor, het is niet slecht. En ik zou zeggen continue career mode. Even nog kijken of de settings goed staan. Ja, en er is iets steeds wat ik heel tijd vergeten ben aan het begin van het weekend van elke race. Vorige aflevering heb ik het niet gedaan. De allereerste aflevering weet ik niet meer. Dat is namelijk de weekend tire allocation. Dan kan je de setjes banden die je voor het weekend wil, kan je uitzoeken. Harder, balanced en softer. Omdat wij 25% races doen, lijkt het mij handiger om softer te selecteren. Kijken of die blijft staan. Ja, blijft die staan. En alles staat goed. Dus laten we naar start session gaan. En als het goed is, is onze R&D man komt naar ons toe. Want we hebben de upgrade die we aan het eind van de laatste aflevering hebben geselecteerd. Is nu op de auto gezet. Dus luister. I've got something you'll be interested in. Those performance upgrades we discussed after the last race. They're on the car and the data looks promising. Take a look at the details. Okay. Nieuw part fitted. Okay, de fuel efficiency die we aan het eind van de grote prijs van Bahrein erop hebben gezet. Die zit nu op de auto, dus dat is helemaal mooi. We kunnen niks doen. Nog even op de laptop kijken zoals gewoonlijk. We hebben niet genoeg geld voor een upgrade. De drag, downforce en de fuel efficiency hebben allemaal een upgrade. Ik denk dat ik aan het eind van deze aflevering, na de race, weer een volgende upgrade op de manor ga zetten. En dat wordt de downforce. Omdat de manor gewoon downforce tekort komt, wordt de volgende upgrade wordt de downforce. En dat is deze. Die kost 450 resource points. Oké, dankjewel. Oké, ik heb een beetje last van mijn keel. Maar even nog naar de vehicle performance kijken. Want ik ben achter iets gekomen. Naar de hub. Als je hier in de hub kijkt en naar de linkerkant kijkt, dan zie je een newsfeed. En jullie zullen vast denken, en ik heb het zelf ook gezegd, dat het niet heel erg boeiend is. Maar je kan in de newsfeed zie je ook of wat andere auto's doen met hun upgrade. Want andere auto's upgraden hun auto ook. En hier de vehicle performance comparison aan de rechterkant kan je zien hoe goed de auto's het doen. Hoe goed ze zijn. Mercedes is aan top. Ferrari, Red Bull, Williams is in top 4. Zo kan je zelf kijken. Wij zijn dus manor. Wij staan dik laatste. Dus we hebben wat werk te doen. Maar onze volgende upgrade wordt de downforce. En ik denk dat we genoeg hebben gepraat. Laten we naar practice 1 gaan. En laten we de 3 practice programs doen om die resource points te halen. En het lijkt erop dat het een beetje bewolkt is. Dus er kan wat regen vallen. In ieder geval, ik laat jullie weer die practice programs zien. Ik laat minder zien als de vorige keer. Want het is gewoon niet zo heel spannend om naar te kijken. Dus geniet hiervan de beelden die ik laat zien. En dan zie ik jullie aan het eind van de 3 practice programs.
waren alle practice programs done en dusted. Alle drie de programma's done. En we zitten nu in practice 2. Laten we doorspoelen en kijken hoeveel resource points we hebben verdiend. Oké, dan. Dit is het einde van practice 2 en we zijn 13e geëindigd. 13e plaats. Dat is niet slecht. Dat is zeker niet slecht. Pascal Wehrlein, de 22e plaats. Wij 13e, dus we krijgen vast wel veel resource points. Hoeveel krijgen we er? We gaan er nu achter komen. Die krijgen de resource points. En hoeveel gaan we er verdienen? We hebben er 84 verdiend. 503 resource points hebben we nu tot onze beschikking. En hier zitten we weer in de hub. We gaan weer naar de laptop. We kunnen naar practice 3 gaan. Dat ga ik doen. Ik ga meteen skippen. En dan zie ik jullie in de kwalificatie. Hier zit trouwens nog wat in de upgrades. We kunnen de engine power upgraden. De fuel efficiency. De chassis weight. En de drag kunnen we allemaal upgraden. Ik heb liever een upgrade van de downforce. Dus na de race hebben we als goed is genoeg resource points om de downforce te upgraden. Dat is precies wat we gaan doen. In ieder geval, ik zie jullie in de kwalificatie. Ik ben helemaal vergeten te zeggen dat we ook nog resource points krijgen. We hebben 10 resource points gekregen in de derde vrije training, terwijl we ineens een ronde hebben gereden. 513 resource points. We gaan nog niet naar de kwalificatie, want we hebben nog een voicemail. En dan vertelt onze agent over onze kwalificatiedoelen. Hi, how are you? I'm just passing on your qualifying goals for this weekend. Kwalificatiegoals. 19e of hoger. En Pascal Wehrlein verslaan. Nou, de vorige race was het 20ste of hoger. Het team verwacht steeds en steeds meer van ons, omdat ze zo blij met ons zijn. Ik denk dat we al die tweede goals wel kunnen halen. Dus dat was de voicemail. De laptop. We hebben eigenlijk alles al gezien. Zijn er misschien nog teams die nog wat hebben geüpgrade? Nee. Even kijken. Ja, we staan nog wel dik laatste. Echt, we zijn toe aan een hele grote upgrade om bij te blijven met de concurrentie. Maar laten we naar short qualifying gaan. En laten we kijken wat we kunnen doen in de kwalificatie. En we komen over de lijn voor onze allereerste run. In een 38-6-6-8. Oké. Zo heeft je daar de Sauber voor laten, Felipe Nasser. Derde plaats, maar er zijn nog heel veel mensen die nog moeten. In ieder geval, ik weet niet of het een goede tijd is, of het een slechte tijd is. Ik heb geen flauw idee. Dus laten we naar de garage gaan. Een nieuw setje banden eronder gooien. En nog een run maken. We gaan dik verbeteren op dit rondje. We gaan onszelf 19 verbeteren. We komen op de lijn in een 37-7. Dat was mijn engineer. In ieder geval P7 staan we op het moment. We hebben onszelf 19e van een seconde verbeterd. Ik had ook het gevoel dat het best een langzaam rondje was. Dus ik ben blij met de verbetering. P8 op het moment. We zijn weer op plaats gedaald. Maar ik denk dat we nog één keer naar buiten gaan. Of ik weet niet zeker. Ik weet niet of er nog genoeg tijd is voor een flying lap. Dus, maar ja. Dat was run 2 in de kwalificatie. Ik weet nog niet of er genoeg tijd is voor run 3. Dus dat komen we snel genoeg achter. Ja, we hebben nog net genoeg tijd voor een derde run. We hebben namelijk 3 setjes supersofts voor onze tot onze beschikking in de kwalificatie. Dus daar gaan we ook optimaal gebruik van maken. Voor mijn gevoel heb ik al best wel veel uit deze manner gehaald in deze kwalificatie. Terwijl we daar onze voorvleugel kwijt zijn. No way! 5 place grid penalty. Nee. Ik wil even een herhaling zien van dat. Want dit is toch wel een beetje jammer. Kunnen we een flashback doen? Even massa zoeken, massa.
Massa, hier is Massa. Daar komt Massa. Ja, waar moet ik anders naartoe? Massa zoals eruit. Dat is shock. Ik denk dat we gewoon eventjes een flashback gaan doen. Het kost ons resource points, by the way. Flashback. Dan moeten we dit keer wat langer wachten op Felipe Massa. Zee, oké. Okay. En laat onze flying lab gaan starten. En kijken of we het zelf nog kunnen verbeteren. Achter onze tijd. Maar gaan we het toch doen? Gaan we het toch doen? Nee. Negende plaats. Voor de grote prijs. We hebben ons negende gekwalificeerd. En Nico Rosberg heeft een 5 place grid penalty. Oké, daar hebben we geen profijt van. In ieder geval net voor Fernando Alonso. 4000ste van een seconde voor Fernando. Het zit ongelooflijk dicht bij elkaar. Zie ik nu pas. En Pascal Wehrlein op de 18e positie. Oké dan. Advanced time. We gaan nu weer naar de hub natuurlijk. Ik snap niet waarom ik dat vergeten ben. En laat maar komen. Die resource points. Dat zullen er behoorlijk veel zijn. Omdat we hoog zijn gekwalificeerd. Ja, hier zijn de resource points. 60, 70, 80 resource points verdient. 563 resource points. En de rivalry update. Gaan we binnenkort winnen? Misschien nu al. Nee, we hebben er nog eentje nodig. We leading the rivalry. We verslaan Pascal Wehrlein alsof het niets is. En de session goal. Alle twee gehaald, dus we worden binnenkort gepromoot naar eerste coureur. Laten we eens nog even naar de voicemail luisteren voor de doelen van de race. Zestiende of hoger. En Pascal Wehrlein verslaan. Oké. Duidelijk. We leggen onze telefoon weer terug. En dan nog even op de laptop kijken of er nog iets is. Of er nog upgrades zijn. Nee, ik denk het niet. We hebben 593 resource points. We kunnen een hoop upgraden. Ja, ik denk dat ik de downforce nog een keer ga upgraden. Maar ik ga de upgrade nog niet doen. Want dat heeft geen zin. In ieder geval laten we go to race gaan. En laten we de grote prijs van China, de Chinese Grand Prix, starten. Vanaf P9. En aan het eind van deze video trouwens heb ik nog wat te zeggen. Wat met deze career mode te maken heeft. Dus blijf alert voor dat. En ja, laten we de race gaan starten. Hard work, ingenuity and ambition. Oh. Dit is, dit vind ik niet zo leuk. Als ik eerlijk ben. En dit komt dus eigenlijk wel een beetje als een shock aan. Ik vind het helemaal mooi. Laten we doorgaan. Race strategie hebben we dus niet echt. Het wordt een nulstopper. Gewoon op de intermediates. Heel de tijd. Start race. Maar eerst natuurlijk nog eventjes de formation lap. En die gaat nu gestart worden. En laten we niet. Dankjewel, engineer. We starten dus als negende achter Sebastian Vettel. Net sneller in de kwalificatie dan Fernando Alonso. Terwijl we hier heel dag achter Vettel gaan. We gaan niet dezelfde fout maken als we in Bahrein deden door tegen Carlos Sainz aan te botsen. Dat is zeer irritant. Dus laten we eventjes lekker... Oh...
is dit onmogelijk aan het worden of zo? Ik heb toch steeds het idee dat ik ga het beginnen toch een beetje aan te denken. Vettel is al weggeteleporteerd. Nou, ik word dan ook wel zo weggeteleporteerd. Ik zit eraan te denken om de Formation Lab uit te zetten. Jawel, om de Formation Lab uit te zetten. Want dit begint toch wel zo zwaar irritant te worden. Het lijkt gewoon onmogelijk om zo'n Formation Lab te doen. De AI gaat zo verschrikkelijk langzaam. Het is gewoon niet normaal. Dus, ja. Ik ga de Formation Lab uitzetten voor de les van de rest van mijn career. In ieder geval, we staan op de grid en ik zie jullie als de race gaat beginnen. En we gaan beginnen. De lichten gaan aan. 5 rooilichten. En onderweg. We zetten Mr. Rich. Hebben we een goede start? Ja, dat hebben we. Dat hebben we zeker. Wat kunnen we doen? In bocht nummer 1. Daar komen we aan. Nice and easy. Wat kunnen we hier misschien sneaken aan de binnenkant? Oh jongens, wat gaan we nu doen? P2. Oh, kunnen we dit vasthouden? Ja, wat kunnen we? We hebben P2 in de grote prijs van China. Wat gaat hier gebeuren, jongens? Hoe gaat het met ons aflopen? We blokkeren alle tweede voorwielen. Daar worden de voorwielen niet blij van. Maar we gaan proberen Hamilton te pakken. We draaien het rechte stuk op. We kunnen Hamilton prima bijhouden. Terwijl we daar eventjes van ons gas moesten. Holy curb. Daar verloor ik hem bijna op. Ik wou een slipstream zeggen. Dat zitten we nu uiteindelijk. Maar we zijn te ver weg om een move te doen. Voor de leiding in de race. In deze manner. Niet te geloven wat we hier meemaken. Rustig remmen. Niet blokkeren. Niet doorschieten. Mooi de apex halen. Maar we gaan iets voelen op het gas. We zaten als het ware gekleefd aan die curb. En we zijn stabiel op de tweede plaats. Kan je het zelf geloven, zeg. Hamilton begint een beetje weg te lopen. Hij zet de snelste race ronde, logisch. Maar kijk wat we kunnen doen. Dit keer zijn we net zo dichtbij als eerst. Nu moeten we niet meer op die curb gaan. De dodelijke curbs in F1 2016. We zitten in de slipstream van Lewis Hamilton. Maar we lijken weer te ver weg. Het lijkt moeilijk om een aanval te plegen voor de leiding in de race. En ik denk ook niet dat het hier gaat lukken. Aanremmen, niet doorschieten. Mooi de apex, die we precies goed raken. Ik zie jullie als we een serieuze poging hebben. Oh, de regen gaat stoppen. Binnen 10 minuten. En als het droog wordt, dan zullen we weer gauw terugvallen. Het zijn de regenachtige condities. Door dat komt het dat we zo ver op vooruit zijn. Omdat we tweede liggen. Want ik denk als het droog was, dat we nooit de pace hadden in deze manner om zo hoog te gaan liggen. Maar in ieder geval, we komen hier op het rechte stuk. We remmen te laat. We blokkeren wielen. Zo weinig controle in de regen. Kunnen we dit keer wel een move doen op Lewis Hamilton. Goed het rechte stuk opdraaien. Zeker weten dat we niet de curb aanraken. We zijn iets dichterbij als net. We zitten weer in de slipstream. We zitten in de slipstream, want we komen dichterbij. Maar het is lang niet genoeg om een move te doen. Echt never. Dat ik vanaf daar een move doe. Mooi de apex. Maar het is eigenlijk jammer dat de regen gaat stoppen. Natuurlijk is het misschien leuker en gezelliger. Dat snap ik allemaal wel. Maar we hebben gewoon de pace om tweede te eindigen. Want als jullie achter ons kijken, we rijden weg van de rest. En we volgen Hamilton gewoon in deze race. 1 seconde per rondje sneller dan Kimi Raikkonen in regenachtige condities. Dus regenachtig is nog niet. In regenachtige condities is de AI nog niet zo goed. Maar we zitten er echt dicht op, zeg. We hebben een hele goede exit zelfs. We gaan side by side zijn met Lewis Hamilton. Hij squeezed ons. Hij squeezed ons, maar we moesten daar wegblijven. Want als we daar bleven zitten, zouden we op het gras zijn. En daar heb je helemaal geen grip. En dan hadden we misschien wel gespind. En dan was onze race helemaal weg.
Maar laten we Hamilton gewoon volgen en proberen deze plaats voor de rest van deze race vol te houden. Ja, kijk eens hoe dicht we erop zitten. Veel dichter als dat we eerst zagen. Proberen niet de curb aan te raken en toch vol gas te gaan. Ja, dat lukt. En nu zitten we er heel, nu zitten we er wel dicht genoeg achter om een move te doen op Lewis Hamilton. In de slipstream gaan we dan de leiding van de race pakken. Op pure... Oh, we remmen veel te vroeg. Kunnen we nog alsnog een move maken? Ik draai mijn stuur zo ver als het kan. We schieten door. Maar jongens, we hebben gewoon de leiding in de grote prijs van China. Op Legend AI. Oh, dat wel. Maar alsnog. De leiding in de race. Hamilton zit in mijn slipstream. Er is dadelijk niet veel wat we kunnen doen als de regen gaat stoppen. Het wordt al minder. Maar we gaan gewoon proberen zo snel mogelijk te rijden. We draaien het recht stuk op. En Hamilton zit in onze slipstream. Er is niet veel wat we kunnen doen om te verdedigen, ben ik bang. Onze banden beginnen er ook een beetje aan te gaan. Maar nee, we blijven voor Lewis Hamilton. Terwijl we een tikkeltje vroeg remmen voor deze bocht. Hamilton remt het gat helemaal dicht. Maar het is nog niet droog genoeg voor droogweerbanden. Dus ja, ik vind het best terwijl we daar met één wiel op het gras gingen. En de auto bijna verloren. In ieder geval, rondje 5 dan. Rondje 6 bezig. Hamilton zit in onze slipstream. Engineer, back dicht alsjeblieft. Dankjewel. Oké, maar we zitten hier in gevecht met Lewis Hamilton. Kunnen we dit volhouden? Oh, we moesten daar eventjes van ons gas. En we hebben een slechte exit. Ja, en hier gaat Hamilton komen. Er is niet wat we kunnen doen. Het is een Mercedes, jongens. We proberen terug in de slipstream te gaan. Want de DRS mag niet gebruikt worden. We zitten terug in de slipstream. Maar we kunnen gewoon voor nu eventjes niks doen. Natuurlijk een overwinning in deze manner. Het zou toch leuk zijn. Maar dadelijk als het gaat opdrogen. Wat, het wordt steeds droger, voor mijn gevoel. Alleen ja, het is gewoon nog niet tijd voor nieuwe banden. We zitten in een slipstream van Hamilton nu. Als rondje 7 gaat starten van de 14. En we zitten in de slipstream, maar het is echt niet genoeg om hier een move te maken. Kunnen we dan misschien nu een move maken? Nu een move dan! Ja! Oh, het wordt heel close. Maar we hebben Hamilton gewoon. Op een plek waar je niet verwacht om in te halen. Hebben we Lewis Hamilton te pakken. En we zijn terug in de leiding van de race. Het is gestopt met regen, jongens. Ik heb nieuws voor jullie. De regen is zojuist gestopt met vallen. En deze intermediates gaan het zwaar hebben. Ik probeer nog even op de natte delen te rijden. Kijk, hier is gewoon een droge lijn. Om die intermediates te koelen. Oh ja, we blokkeren. Deze banden beginnen helemaal naar zijn grootje te gaan. De wear zit ook wel... Zit niet zo snor. We gaan in ieder geval nog niet naar de droogweerbanden. Want ik voel gewoon dat het nog niet tijd is om over te switchen naar de soft compound. En we zetten zelfs de snelste raceronde neer. 1.53.1, jongens. Oh nee. 39 seconden verschil naar Pascal Wehrlein. Maar wij leiden nog steeds de grote prijs van China. Ongelooflijk wat hier gebeurt. En dat komt allemaal door deze regenachtige condities. Misschien komen we aan het eind van dit rondje binnen. Super soft is te lang. Dus laten we dan de softbanden eronder ondergooien. En dan gaan we tot het einde van de race. En ja... Ik zie jullie dan maar bij de pitstops. Ja. Oh, we verliezen de achterkant volledig. Hier komt Hamilton. Hamilton. Ik wil hem squeezen. Maar geen enkele kans. We gaan doen wat Hamilton doet. Als Hamilton binnenkomt, dan doen wij dat ook. Ik wil trouwens eventjes deze band naar de supersoft. Volgens mij komt Hamilton binnen, want de AI gaat altijd langzaam. Nee hoor. Hamilton gaat niet naar binnen. Wij schieten hier massive van de baan. En wij zijn de leiding kwijt. Wij zijn de leiding in de race kwijt. En het zal eigenlijk wel blijven.
Deze, het begint, hoe droger het wordt, hoe sneller de rest om ons heen gaat en hoe langzamer wij lijken. En dit is dus allemaal in ons nadeel. Oh man, ik probeer de auto zo recht mogelijk door de bochten te laten gaan. Dan kunnen we Hamilton bijhouden. Wow, 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 ja. Nog een teken dat het tijd is voor de droogweerbanden. Ja, we schieten weer van de baan. Jeetje. Er wordt ook nog eens gewaarschuwd voor een penalty. Wanneer gaan we binnenkomen voor onze stop? Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon doe wat Hamilton doet. Want ja, als ik gewoon doe wat de rest van de AI doet, is er een grotere kans dat ik op deze plek eindig. Dan gewoon mijn eigen pad te volgen. En misschien wel de hele verkeerde beslissing te nemen. Ja. Daar gaan we weer. Niet te geloven. Wat een ongelofelijke wear er op deze banden zitten. Kunnen we hem uitrijden op intermediates? Nee jongens, wij komen binnen voor deze stop. Ik denk niet dat deze banden het gehouden. We hebben namelijk al 70% wear op een van onze banden. En dan gaat hij poppen voordat de race geëindigd is. Dus wat we gaan doen is we gaan een YOLO actie doen. We gaan binnenkomen voor een stop. Hamilton gaat door. Ik vind het helemaal mooi. Terwijl we te laat remmen. Maar ik hou dit niet vol. En we zijn in de pitlane. En we komen voor een setje van de supersoft banden. En we zijn de enige van het veld die dit doen. Terwijl we heel veel vibratie hebben, zeg. Kijk eens hoe we trillen. Nou, snel deze pitstop maken. Die zo te zien heel langzaam is. En let's go. Laten we gaan pushen. Oh. Ah, deze supersofts. Die voelen heel slecht aan. Ah. Ja jongens, deze supersofts die voelen heel slecht aan. Maar ik heb het idee dat ik niet door kon tot het einde van de race op die intermediates. Er zal een band hadden geklapt aan het voordat de race geëindigd was. DRS is enabled. Dus dat betekent dat de baan helemaal droog wordt. We staan in ieder geval recht achter Sergio Perez. Over daar een beetje over de curbs gaan. We zitten hier in ieder geval in de slipstream. Zij hebben allemaal nog die super versleten intermediate banden eronder. Wij op een nieuw setje van de supersoft. Wij hebben de DRS open. En kunnen we hier een move doen? We gaan voor een divebomb ook op Dani Kvyat. Goed geremd. En laten we doorgaan. Niemand van het veld, maar ook echt niemand komt binnen voor een stop. Wij gaan door. En zo liggen we nu op P8. Laten we het gat naar... Oh! Dat is shocking nieuws. Valtteri Bottas uit de race. Wow, en we gaan hier helemaal weg. Oh shit, we schieten helemaal door. En we zijn de positie aan Kvyat kwijt. Maar ik denk dat de pace op de intermediates en de softbanden... Kvyat, what the fuck doe jij? Even serieus. Jij hoort niet meer in F1 thuis, wist je dat? Die is zijn naam... Ja, ik vind dat tenminste. Maar in ieder geval laten we... Wauw. Hoe is dit nou, joh? Deze supersofts... Die voelen zo verschrikkelijk slecht aan. Dat is echt niet normaal. Kunnen we dit houden? Oh, we hebben een betere exit. Ja, we hebben een betere exit aan de binnenkant. We zetten zelfs een paarse sector tijd neer. Betekent dit dat het crossover point er is en dat wij de snelste raceronde gaan neerzetten? Ik weet het niet, maar kijk wat een grip we hebben ten opzichte van de rest.
Volgens mij is het nou zo goed als droog. En volgens mij hebben de intermediates geen reden meer om hier te zijn. De baan lijkt gewoon droog. Terwijl we hier doorschieten, dat is wel een teken dat het nog niet helemaal top gaat. Maar de tractie die ik heb ten opzichte van Perez is zo ongelofelijk. Terwijl ik hier weer doorschiet. Maar het is echt niet te geloven. Zetten wij een snelste raceronde? Nee. Maar laten we in deze laatste raceronde nog eventjes een purple lap time zetten. Terwijl we hier van de baan gaan. Deze bocht die vind ik niet zo fijn. Vooral omdat deze super soft banden gewoon zo slecht aanvoelen. Terwijl de baan gewoon droog is. Zijn ze op temperatuur? Ja. Ze zijn prima op temperatuur. Maar volgens mij is de baan gewoon een beetje koud. En dan heb je meestal weinig grip. Maar laten we Alonso pakken. We zetten een paarse eerste sector tijd neer. Kunnen we Alonso nog pakken? Ja, kijk eens hoeveel we gainen op Alonso. Kijk eens hoe langzaam die gaat. We gaan hoog op het gras zelfs. Kunnen we een move maken hier nog niet? P7 wordt het maximalen. En we raken Alonso aan. We zitten Alonso, hij brake checkt me. Die zomaar op het rechte stuk remmen. Kunnen we een dive op maken? Nee, dat kunnen we niet. Prepareren voor een goede exit. Switchback. En deze move is zelfs al klaar voordat het rechte stuk komt. En we draaien hier het rechte stuk op. In deze laatste raceronde krijgen we DRS. Ja, dat krijgen we. En als het goed is gaan we de snelste raceronde neerzetten. Hamilton wint de race. Maar ik heb het idee dat ik niet de foute keuze heb gemaakt. Mijn banden hadden het niet gehouden. Waren gepopt. En waren alsnog lager als 7 geëindigd. Een P7 is een prima resultaat. Het maximaal haalbare. We komen hier de laatste bocht door. We hebben zelfs nog DRS. Nee, dat hebben we niet. En we ran out of fuel. Maar alsnog komen we hier over de lijn. De 7e plaats in de grote prijs van China. Een ongelooflijk resultaat. Kunt het podium zien? Ja, hier is het podium met Max Verstappen. Dat is wel leuk voor Verstappen. Maar deze jongens hebben het gewoon kunnen uitrijden op intermediate banden. Ik kan niet geloven dat het ze gewoon gelukt is. Oké, 6e plaats in het kampioenschap. En we hebben ook nog een trofee. Dat is ook helemaal mooi. Maar laten we naar de hub gaan en de resource points ophalen die we hebben verdiend in de race. En daarna wil ik nog even wat zeggen over de career mode. Dus kom maar op met de resource points. Daar komen ze. Dat zullen er een heleboel zijn. Oké, 104 resource points. Zitten we nu op 697 resource points. Fantastisch. En we hebben de rivalry ook gewonnen. Pascal Wehrlein hebben we verslagen in de rivalry. Dus als het goed is krijgen we een nieuwe rival. En met de team goals allemaal gehaald. En de career score, nou, vergelijk maar met mij met anderen. Dit is de career score die ik heb na 3 rondes. Alsjeblieft. Continue. En dan is de 3e aflevering van de F1 2016 career mode done and dusted. We kunnen nog even op de laptop kijken. Leading rivalry dus. Ja. Research and development. Laten we de downforce upgraden. Daar gaan we dan. En de upgrade van de downforce is onderweg. En de volgende race is in Rusland. En daar heb je downforce nodig. En ik denk dat dit het was. We kunnen niks meer upgraden. Hebben andere mensen nog geupgrade? Nee, dat hebben ze niet. Dus laten we exit laptop doen. En bedanken jullie voor het kijken. Maar eerst ga ik nog even wat zeggen. Ik heb het idee dat het veel te makkelijk voor mij is op Legend AI.
ik vind dat ik te goede resultaten haal. Dus ik heb voor mezelf bedacht dat ik het moeilijkheid van het niveau naar Ultimate AI ga zetten in de volgende race. Dus volgende race staat het niveau van de computer, de AI, andere races waarmee ik race, staat op Ultimate 1 niveau hoger. Je krijgt ook meer career score als je de niveau van de AI hoger hebt staan. Maar ik moest eventjes wennen aan het spel, daarom heb ik op Legend gezet. Maar ik begin steeds beter te worden. En een 7e plaats en een 6e plaats in Bahrein en China is gewoon niet logisch voor de Manor auto. Dus ik heb gewoon besloten om het niveau van de AI op Ultimate te zetten voor de volgende race. En dat is eventjes wat ik wou zeggen. Voor de rest, bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!